count on coin. Goedemorgen mensen, het is dag 2 van Gamescom en we zijn heel blij. Want wij hebben niet geslapen en Rick wel. Hier ligt Rick en hier ligt Jordi en ik lag daar zo op dat tweepersoons dingetje. Het zag er best comfortabel uit, het is beter dan wat we vorig jaar hadden natuurlijk, die auto. Alleen, ik kon gewoon niet slapen. Het was, ja, dat was het ook voor hun, voor mij was het niet zo erg. Dat ding kraakte inderdaad. Dat ding kraakte inderdaad fucking hard. En ik heb soort van nog kunnen slapen, maar weet je, we konden liggen, we konden rustig doen, we hoeven niet in een auto te zitten. Het was zoveel beter dan vorig jaar, dus het maakt ook allemaal niet zoveel uit. We gaan zo meteen gaan we lekker op pad. Ik ga nog even een beetje opfrissen en shit. We gaan nog even proberen Rick van die bank af te slepen. En dan gaan we op pad en vandaag deze vlog, of tenminste vandaag, deze vlog heet gewoon Op weg naar Keulen, de autoreis, de heenreis, hoe dan ook. Het wordt een toffe vlog en jullie gaan meer zien na de intro of de reclame. Of het intro is al geweest. Niet. Nou, dames en heren, we zijn nu dus eindelijk bij de auto aangekomen. Yeah. Even een rondleiding van de auto. Dit is de auto, zoals je kan zien. Dit is de modieuze achterbak. Een 5-sterren achterbak waar alle tassen in passen. We gaan door direct naar de zijdeuren. Want de zijdeuren, dit hebben we niet zomaar een ijzeren auto. Of niet zomaar 4 deuren, nee, 4. Ja, dat was eigenlijk. En dames en heren, we hebben hier onze eigen Ilko. Yo! Met zijn eigen TomTom die al 5 jaar niet geüpdate is, waarin wij genavigeren door Keulen. Yeah! Wat te eten bij de McDonald's. Ik heb helemaal geen zin in McDonald's. We hebben net lekker gegeten. Gewoon beter. Wat heb jij gegeten? Ik had een McMuffin ding. Lekker. Mooi gehad. En een hamburger en een milkshake hier limoen. Nu is echt gewoon is alles gewoon verstopt. Gewoon echt. Ja, ik voel mijn aderen ook gewoon vol lopen met een pure vet. Ja, we zijn nu echt Duits. Iemand redt de camera in. Ja, oké. Is dat de organisator van de YouTube-gathering? Waar? Welkom bij Serpent Gameplay. Dit is Pokémon. Oh shit, we gaan hard! Dit is Pokémon. Rick, laat even zien wat je hebt. Ik ga Pokémon vangen. Ja, doe het. Pokémon vangen. Ja. Ja. Ja, even die Pokémon. Oh, die heb ik nog niet. Oh nee. Wat is dit voor Pokémon? Kijk, wat een kwaliteit. Wat een kwaliteit. Wat is dit voor Pokémon? Dit is Let's Play. Dit is commentaar. Live commentaar hier. Ja, je hoeft gewoon om een apparatuur te kopen voor je 2DS. Je kan het ook zo doen. Ik kan hem ook zo doen. Zo, kijk. Zie je, kijk, mooi hè. Oké, dus wij zitten nu in de auto naar Keulen. Hè, Rick? We zijn de Duitse grens over. Yeah. Het dak gaat eraf. Het dak gaat eraf. Hey. Wij hebben zojuist een hele leuke let's play van Pokémon opgenomen. Ja, ja, was echt een hele leuke let's play. Wat hebben we gedaan? Ik zie het ook echt niet. Filmen, ja, maar ik kan het niet zien. Ik kan dat dingetje niet zien. Nu film ik mijn riemon. Pam pam. Hebben we eigenlijk een riemon? Hebben jullie een riemon? Wat zeg je? Ik heb mijn riemon. Veiligheid first. Oh, okay. Ja, een mooie dag. Leuk feitje voor de kijkers thuis. Ilko rijdt net een taart. Echt veel taart. Ja. Hij rijdt echt 150 man, dat is echt niet normaal. Ja, dat is dood. 150. Hij heeft ooit in een Porsche gereden en daarom denkt hij steeds dat hij in die Porsche zit. En dan denkt hij van, gotta give the gas pedals to the car. En dan trap je dat pedaal in en dan gebeurt er niks. We zijn er eigenlijk. Soort zijn we van. Er? We zijn, ja, we staan nu alweer in de file, want dat is logisch. Als je naar Keulen Messen gaat, sta je al fucking in de file. Zijn er al bijna ook al? We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. We gaan eerst naar de Keulen Messen, dan gaan we daar even checken of we kunnen parkeren, even kaartjes kunnen fixen. Dan gaan we naar binnen, gaan we kijken wat het is. Het is eerste dag alleen voor de media als het goed is. Dus er zijn maar iets van 700 man binnen en dat is wel chill, want dan kunnen we gewoon een beetje rondkijken. En dan gaan we zien of het lukt en of het beter gaat als vorig jaar. Hey mensen, we staan tussen op Gamescom! Parkeerplaats. Parkeerplaats. Dit is onze auto, die hebben jullie al vaker gezien.
Hij is heel erg mooi en we hebben erin gereden en nu gaan we weg. We hebben wel een leuk verhaal. We kwamen net aanrijden en we wisten niet dat we moesten parkeren. Dus we vroegen het aan een Duitser en die zei ja, die kant op en dan omhoog. Maar allebei de wegen gingen omhoog. Dus we gingen naar rechts. Toen kwamen we weer op de snelweg. Een heel rondje van 5 minuten gereden, kwamen we weer terug, gingen we naar het zwaaien. Toen zwaaien die heel blij terug. Waarom praat je in de mic? Je snel ja, dat is de plot twist. Plot twist! Oh, plot twist! Nou mensen, we zijn eindelijk aangekomen in Gamescom. We hebben onze lanyard met onze epische dingetje. Kijk uit, hè? Staat je achternaam op? Ja, weet ik, maar ik laat het gewoon niet zien. Kijk, ik sta aan de voorkant. Okay, ja? Ik ben als even niet. Laat niet de achterkant zien. Kijk, we zijn deze aangekomen, onze heenreis is gelukt. We gaan nu op Gamescom op en dat gaan we natuurlijk weer vloggen. En ja, nog een hoop te doen. We gaan nog naar het hotel kunnen natuurlijk. En vandaag gaan we gewoon een beetje ronddurpen hier zo. Want het is namelijk nu nog rustig. En morgen wordt het één grote chaos. Chaos! Vergeet niet hiernaast even op de video van vorige keer te klikken. En te liken en te abonneren. Tot de volgende keer. En ik zeg, laters.